wij zijn dus een van de organisaties voor maatschappelijke opvang in Nederland. Maar eigenlijk is maatschappelijke opvang dus niet helemaal het goede woord. Want wij doen eigenlijk veel meer dan mensen opvangen. Want er kan ook zijn dat mensen wat langere tijd bij ons wonen. En dat noemen we dan beschermd wonen. Dat kan je, dat betekent dat je soms kortere tijd, langere tijd of soms zelfs heel lange tijd bij ons kan wonen. Nou, SMO die heeft een aantal afdelingen. Daar ga ik jullie dadelijk wat meer over vertellen. Maar eerst vind ik het wel leuk om eventjes mensen het woord te geven die hier zitten. Zodat jullie een beetje weten wie hier bij mij aan de virtuele tafel zitten. Raoul, mag ik jou het eerst het woord geven? Ja, goedemorgen. Ik ben Raoul. Ik ben werkzaam als groepsleider op locatie De Koning van SMO. Bij De Koning hebben we diverse doelgroepen die daar zitten. Moeders met kinderen, jongeren, mensen die langdurig daar wonen. En ik ben daar de loop van de ochtend zal ik nog meer toelichten wat we allemaal op De Koning doen. Daar komen denk ik dadelijk wel toe. En bovendien is je verbinding volgens mij niet heel erg goed. Dus dan kunnen we tussen kijken of dat wat herstelt. Goed. Mag ik het woord aan jou geven, Zoe? Ja, ik ben Zoe. Ik ben persoonlijk begeleider op De Koning. Sinds ongeveer een jaar. En daarvoor was ik inzetbaar op verschillende locaties. Job Factory, Den Hert, de noodopvang. En nu gewoon bij De Koning. En wie zit er naast jou? Special guest? Ik ben Richard Op. Ik woon in Huizen de Hert sinds september. Mooi, fijn dat je erbij bent. Oké. Okay. Gaan we straks even wat meer aan je vragen, want daar word ik natuurlijk wel nieuwsgierig van. Het is voor Richard ook de eerste keer, dus ook dat is spannend. Sandy, wil jij je even kort voorstellen? Ja, hoi. Mijn naam is Sandy. Ik ben 28 jaar oud en ik ben werkzaam op de Job Factory. Dat is een van de locaties vanuit SMO waar wij dagbesteding geven aan mensen. Ja, nou hartstikke mooi. Ja, jullie hebben dus hier drie medewerkers al gesproken die op twee van onze locaties wonen. We hebben eigenlijk vier afdelingen, daar zal ik even wat korter over vertellen. SMO die heeft vangt ongeveer 120 mensen op twee, ja, momenteel zelfs drie locaties in Helmond. En dat doen we voor Helmond, maar ook voor de Peel-gemeente. En daar wonen mensen die 24 uur per dag zorg of begeleiding nodig hebben. En dat kan dus van alles zijn, zoals Raoul ook al vertelde. We hebben een locatie waar onder andere moeders met kinderen wonen. Jonge mensen, ook mensen met een verstandelijke beperking, kan van alles zijn. Maar eigenlijk hebben ze als belangrijke overeenkomst dat ze geen thuis of geen dak boven hun hoofd hebben. En gewoon willen onderzoeken wat hun mogelijkheden zijn om wel zelfstandig of zelfstandiger te gaan wonen. Gaandeweg dit webinar zullen jullie daar wel meer over horen, ook over hoe we dat doen. En daarnaast die afdeling waar we 24 uur zorg bieden, hebben we ook nog een afdeling waar we mensen thuis begeleiden. We hebben ongeveer 100 mensen in Helmond en in de Peelgemeente waar we die wel zelfstandig kunnen wonen, maar die graag wat ondersteuning willen, zodat ze dat ook vol kunnen houden. Want dat is lang niet voor iedereen zomaar zo makkelijk als dat er is voor ons, de mensen die hier zitten. En wat je daarin ziet is dat er zijn heel veel organisaties die natuurlijk ondersteuning thuis bieden, maar SMO komt meestal bij mensen thuis waar de situatie toch wat complexer is, die op veel gebieden in hun leven tegen muren aanlopen of niet goed weten hoe ze de weg moeten vinden in deze samenleving die natuurlijk elke dag ingewikkelder wordt. En wij proberen ze daar een beetje wegwijs in te maken. De derde afdeling, dat vertelde Sandy al, dat is onze dagbesteding. Daar hebben we twee hele mooie locaties waar mensen van alles kunnen uitproberen op het gebied van zinvolle dagbesteding, maar ook hun eerste stappen zetten op weg naar werk of soms zelfs een hele grote stap op weg naar werk. En dat doen we bij de Job Factory en bij de Bundertjes. Daar kunnen jullie allemaal op onze website meer over vinden als je daar meer informatie over wil.
En dan hebben we nog een vierde afdeling, die, dat weten heel veel mensen niet, maar ook de supersociaal is onderdeel van SMO. En dat is een winkel die speciaal is opgericht voor mensen met een smalle beurs, die daar goedkoper dan in de normale supermarkt boodschappen kunnen doen. En jullie kunnen je voorstellen dat dat in deze tijden een enorme stormloop is. We hebben deze week gemerkt dat er niet alleen in de normale supermarkt, maar ook bij onze supersociaal gehamsterd wordt. Dus het is knap ingewikkeld om dat voor elkaar te krijgen. Maar er komen zo'n 1500 mensen met een pasje kunnen daar boodschappen komen doen. Maar goed, we hadden natuurlijk vandaag vooral over hoe het is om hier te werken. Sandy, kan jij eens iets vertellen over hoe je bij SMO terecht bent gekomen? Ja, dat kan ik zeker. Ik werkte bij de Jumbo, bij de supermarkt. En dat was maar een paar uur in de week. Ik vond het eigenlijk wel prima. Ik had mijn opleiding MMZ een flinke tijd afgerond eigenlijk. Maar ik had helemaal, ja, ik had zoiets van, ik vind het wel prima en ik hoef er niks mee te doen. Toen, mijn moeder die werkte al heel wat jaren bij SMO in de administratie. En zij kwam op een gegeven moment thuis met een vacature voor oproepkracht bij de Job Factory als werkbegeleider. En ik heb toen die vacature aangenomen en eigenlijk tegen mama gezegd, nou ja, ik vind het wel prima zoals het nou is. Dus ik heb die vacature aan de kant gelegd. En twee dagen later dacht ik van, ja, ik ga eigenlijk toch maar eens kijken, want wie weet. En dat was wel echt nog in een tijd dat het echt heel belangrijk was om ervaring te hebben. En ja, ik had helemaal geen ervaring rondom iets wat met mijn opleiding te maken had. Dus ik had al zoiets van, ja, dat gaat hem toch niet worden. Toen heb ik uiteindelijk toch besloten om te gaan solliciteren. En om het even leuker te maken, zei mijn moeder toen ook nog tegen mij dat ik goed mijn best moet doen. Want de manager die had aangegeven dat ik 2 punten achter sta rondom de sollicitatie. Omdat ik dus familie ben van zeg maar. Dus toen ben ik echt met lood in mijn schoenen naar de sollicitatie toegegaan. Toen dacht ik, ja, wat ga ik eigenlijk doen? Maar om een of andere reden, ik denk dat ik het toch goed heb gedaan, want toen ben ik aangenomen. En vervolgens een half jaar later kwam er een vacature vrij als werkbegeleider. En daar heb ik natuurlijk op gesolliciteerd. Ja, en waarom? Waarom vond je dat leuk? Ja, leuk om erbij te vertellen is dat ik dus ging solliciteren voor die vacature die mijn moeder mee had genomen. En ik had totaal geen idee van de Job Factory. Dus ik ben toen ook echt op internet gaan zoeken en even gaan lezen. Zodat ik de aankomst pas op de sollicitatie. Maar toen ik hier kwam als oproepkracht en ingewerkt werd. Ja, dat was zo'n warm team. En het was zo leuk met de mensen om bezig te zijn met het werk en met de orders. En ik een telefoontje kreeg van de teamleider of ik mocht werken. Dan zei ik al ja voordat ik überhaupt wist of dat ik kon, zeg maar, als ik opgeroepen kon worden. Het trok me gewoon. De mensen, het team. Dat is echt gewoon wat gemaakt heeft dat ik het hier hartstikke fijn vind. Want nou ben ik eigenlijk wel benieuwd, je bent er nog steeds, 5 jaar lang. Ja. Wat maakt nou dat je het nog steeds leuk vindt, of dat je het nog steeds bij SMO werkt? Ja, het voelde voor mij toen ik hier al, wat ik net zei, toen ik hier kwam, dat was echt gewoon meteen het gevoel van super fijn. En dat ik me echt prettig voel bij alles en ik kan bij iedereen terecht, er kan veel besproken worden. En elke dag is anders ook echt. Ik heb geen flauw idee wat er 's ochtends wat me te wachten staat. De ene keer hebben we een hele rustige dag en is het gewoon lekker met de deelnemers en collega's. En er zijn ook dagen bij dat er in één keer iets gebeurt wat ons allemaal totaal verrast. En die afwisseling maakt wel echt, heb ik ook echt nodig. Dat is hetzelfde als dat ik nu gezegd heb dat ik wel deel wil nemen aan deze bespreking. Ja. Ik vind die afwisseling en af en toe is wat anders, dat vind ik gewoon
Hartstikke prettig, dat doet mij goed. En dat is eigenlijk wat ik elke dag ook met werk... Dan ga ik nog eventjes heel even door met jouw merk dat dat Cindy. Is. Ja, hoeveel mensen werken er op een dag bij de Job Factory? Dat is heel verschillend. We hebben 4 afdelingen. De mensen bij ons die werken op verschillende dagdelen. Dus ik denk gemiddeld 120, maar zij zijn niet elke dag... alle 120 aanwezig. Ze zijn echt per persoon verschillend aanwezig. Maar we hebben ongeveer op de dagbesteding en de bundeltjes, de Job Factory in de bundeltjes, 120 mensen. Ja. Ja. Ik kan me voorstellen dat onze bezoekers van onze webinar nu wel nieuwsgierig zijn geworden naar hoe dat er dan uitziet. Dus laten we even een filmpje tussendoor starten om wat meer te laten zien over SMO. Aanleiding om even over te gaan naar Zoe. En Zoe en Richard, want ik zag Richard al wijzen naar het filmpje. Want volgens mij herkende je wat, hè, Richard? Ja, een paar mensen ken ik ervan, ja. Ja, ja, want we lieten wat beelden zien van een hert, maar de hert staat nou leeg, hè? Daar woon jij nu niet. Nee, 5701. Ja, hoe bevalt je dat? Heel goed. Ja? Ja. Want hoe lang ben jij nu woon je nu bij SMO? September. Kun je daar wat over vertellen, over hoe dat is om daar te wonen? Ja, om hier te wonen is gewoon perfect. Voor mij is dat perfect. Ja, vanmiddag ga ik tekenen voor een huis. Dus, Oh echt? Wat goed zeg. Ja. Ja. Waar ga je wonen? Hier in Elmond bij Jan Linders. Oh, top. Heel fijn voor je. Ja, en wil je iets vertellen over hoe je dat terecht kwam in september? Ja, ik ben dakloos. Ik woonde bij een maat van me, die ging trouwen. Die heeft zijn huis opgezegd. Ja, en dan wordt paniek natuurlijk. Ja, stond je niet ingeschreven op het contract? Ja, maar ja, de compaan wou me niet overnemen. Dus, Ja, zo snel kan dat ineens gaan, hè? Ja. Ja. Maar dan heb je sinds september een hoop meegemaakt, want ik heb wel een verhuizing meegemaakt dan. Ja, heb ik, ja. Ja. Je wordt onderhand ervaren verhuizer. Nou, dat is niet open. Nou, want Zoe, kan jij wat vertellen over jouw reis die jij hebt gemaakt door SMO? Ja, ik ben toen ik 17 was begonnen als stagiaire bij de Job Factory. En dat was eigenlijk top om een beetje kennis te maken met het werk en de mensen. En daarna ben ik, na 2 jaar, kreeg ik een oproepcontract ook. Maar toen was het best wel druk, omdat we een tijdelijke locatie hadden. Door corona hadden we een noodopvang. En toen heb ik gezegd, ja, ik wil wel gewoon werken. Ik ben klaar met mijn opleiding. En toen was ik op verschillende locaties inzetbaar. Dus bij de NERT en bij de Koning en bij de Job Factory. En uiteindelijk ook op de noodopvang zelf heb ik daar een tijdje vastgewerkt. En toen ben ik er zo ook achter gekomen dat ik de Koning eigenlijk wel heel leuk vond. En nu werk ik dus daar vast als PW'er. Ja. Ja, want we hebben wel eens gedacht van oei, die Zoe die maakt veel te veel uren. Die is overal tegelijk aan het werken. Ja, wat triggert jou nou? Waarom denk je van nou, dit is echt voor mij een fijne omgeving om te werken?
Ik vind vooral de diversiteit van de mensen en van het werk, dat iedere dag anders kan zijn, dat je eigenlijk, je kan wel een planning maken, maar er kan één ding gebeuren en het wordt weer helemaal omgegooid. Dat vind ik eigenlijk wel echt het leukste aan dit werk. Ja, en je zegt van dat er is een grote diversiteit van mensen. Kun je daar eens wat voorbeelden van noemen? Over waar komen mensen nou vandaan die bij SMO wonen? Ja, dat is echt heel verschillend. Op de Koning heb je ook jongeren en moeders met kinderen en zelfs ook crisisgezinnen. En verder mensen met een lichtverstandelijke beperking of mensen met verslavingsproblematieken of psychische problemen. Of mensen die gewoon ja, hun leven helemaal op orde hadden. En ja, zoals je net bij Richard hoort, dan gebeurt er iets en dan heb je alsnog geen dak boven je hoofd. Ja, dat eigenlijk. Ja. En hoe is het nou? Want je bent nog best jong, hè? Hoe is het voor jou om met volwassen mannen en vrouwen te werken die al zoveel hebben meegemaakt in hun leven? Ja, ik vond in het begin moest ik daar wel een beetje aan wennen, zeg maar. Want je hoort heel veel heftige verhalen. En je bent, ja, zelf heb ik nog niet zoveel meegemaakt, zeg maar. Dus dan schrik je daar wel eventjes van. Maar ik vind dat eigenlijk gewoon keileuk. En ik heb er ook niet echt last van dat ik zo jong ben. Want dat kan juist ook heel fijn zijn voor de jongeren. En dat je een beetje op hetzelfde levelt, zeg maar. Mm-hmm. Dus ja, het was wel even wennen. Maar ik vind, nu zit ik daar helemaal gewoon prima in. Nou, mooi. Raoul, er wordt een vraag gesteld, is terecht. Wij moeten soms ook uitkijken dat we niet te veel vaktermen gebruiken. Een crisisgezin lijkt net alsof een gezin zelf een crisis is. Maar we hebben het natuurlijk over gezinnen die in een crisis verkeren. Kan jij daar iets meer over vertellen? Wat bedoelen we daarmee? Wat zijn dat voor gezinnen? Nou, ik weet niet of de verbinding goed is nu. Ben ik goed verstaanbaar? Ja, voor mij wel in ieder geval. In de praktijk maak je mee dat, wat voor reden dan ook. Mensen en ook gezinnen bestaande uit moeder, vader en kinderen, een gezin, in een crisissituatie komt waarbij ze bijvoorbeeld hun huis kwijtraken, om wat voor reden ook, en op straat komen te staan. En de organisatie SMO staat dan klaar om die mensen op te vangen. En in het vakjargon worden dat soort, dus vader, moeder en kinderen, een crisisgezin genoemd. Dat is een crisisgezin. Ja, dat is eigenlijk. Die mensen die kunnen dus bij locatie De Koning kunnen ze dus terecht. En aan de hand van diverse criteria wordt bepaald van wat voor problematiek hebben die mensen? Waar hebben ze hulp bij nodig? En dan wordt er gericht gekeken wat een PPB-begeleider, een zo nodige externe betrokken organisaties voor dat gezin in die situatie kan betekenen en kan werken aan herstel. En dat is wat waar we experts in zijn, om het zo maar te zeggen. Ja, ja, want het is even voor degenen die aan het luisteren zijn van mensen kunnen. Het is in principe zeggen we nooit, je mag niet zomaar aanbellen, want dan gaan we niet helpen. Want je mag eigenlijk op allerlei manieren binnen SMO terecht komen. Maar we checken natuurlijk altijd eerst van, zijn wij nou de beste plek om om hulp aan te bieden? Want soms komen er ook mensen via collega-organisaties bij ons die eigenlijk beter bij een andere organisatie terecht kunnen. Of voor wie het bijvoorbeeld helemaal niet goed is om in een opvangorganisatie terecht te komen. Want je kunt je voorstellen dat zeker met die woningnood, hè, wordt er natuurlijk heel vaak naar SMO gekeken van, kan ik dan bij jullie wonen? Maar wij zijn er wel echt specifiek voor mensen die ook geen netwerk hebben of geen mensen hebben waar ze tijdelijk of langere tijd, zoals Richard dat natuurlijk net ook vertelde, kunnen overnachten, kunnen verblijven. De vraag even in de chat is van, zijn wij 24 uur per dag bereikbaar? Ja, wij zijn 24 uur per dag bereikbaar. We hebben ook een bereikbaarheidsdienst. Langzaamaan wordt ook door meerdere organisaties naar ons gekeken van, goh, kunnen jullie ook voor ons dan die 24 uur bereikbaarheid doen? Maar we hebben eigenlijk twee verschillende dingen. We hebben een bereikbaarheidsdienst waar ook teamleiders en mensen die dat graag willen in kunnen werken. Dus dan ben je echt bereikbaar. Maar bij onze afdeling begeleiding thuis hebben we tegenwoordig ook, en willen we ook gewoon 's avonds en in de weekenden beschikbaar zijn. Dat is natuurlijk nog wel twee verschillende vragen.
Maar we kunnen dus altijd gebeld worden, inderdaad. Ja. Zoe, zou jij eens kunnen vertellen hoe een dag van een persoonlijk begeleider eruit ziet? Als je nou, stel, hè, je hebt dienst of je bent ingeroost, ik weet niet hoe dat werkt, kan je daar eens iets over vertellen? Ja, dat kan. Het is alleen niet echt een vast patroon, zeg maar. Ook daar is iedere dag weer anders. Je hebt of een dagdienst of een late dienst, dus dan vanaf de middag tot 11 uur. En je begint eigenlijk altijd met de overdracht of het ochtendoverleg. Daarin worden gewoon bijzonderheden besproken, wat er speelt, wat er opgepakt moet worden. En daarna ga je aan de slag en dat kunnen heel veel verschillende dingen zijn. Je hebt natuurlijk gewoon je weekgesprekken met de mensen, dus gewoon hoe het gaat en de doelen waar iemand naartoe aan het werken is, hoe dat gaat ook daarmee. Maar je gaat ook mee naar afspraken, zoals bijvoorbeeld bij een advocaat of naar een psychiater of mee naar een Novadic als iemand met verslavingsproblematiek komt. En je hebt ook contact met andere externe organisaties die betrokken zijn. En je regelt dingen met de mensen. Soms ga je ook gewoon iets leuks doen of een kopje koffie drinken. Daar kan het ook gewoon in zitten. Het hoeft niet altijd heel spannend te zijn. Maar heel divers eigenlijk. Nou klinkt het een beetje als dat jullie zeggen van nou, bijna, je stapt er als mens in en je kijkt wat er nodig is en dat bied je aan. Maar ik weet niet, wil iemand ook iets vertellen over de methode waarmee wij werken? Misschien Sandy of Raoul? Wie van jullie wil daar iets over vertellen? Ik kan wel proberen wat over te vertellen hoor. Ja? Op dit moment hebben we de methodiek krachtwerk geïmplementeerd. Ja, je kan je voorstellen dat de mensen die wij begeleiden, diverse problematieken hebben. En ze hebben natuurlijk ook een reden waarom ze hier komen. En door middel van die methodiek probeer je met behulp van de krachten die ze zelf hebben, zo snel mogelijk aan het herstel van die mensen te werken. Zodat het rendement zo hoog mogelijk is om de specifieke doelen voor die personen te halen. En wat belangrijk is, als iemand hier komt, dan moet je gemotiveerd zijn natuurlijk om je doelen te halen. En wij zijn van mening dat als je je eigen doelen kan samenstellen op basis van je krachten, dan ben je natuurlijk het meest gemotiveerd om die doelen te halen. Mm-hmm. En dankzij die methodiek krachtwerk proberen we dat zo efficiënt mogelijk te doen. Ja. En die methodiek is ingevoerd op alle niveaus. Of het nou bij mij, groepsleider, of pb'er, of een trajectbegeleider gaat. Iedereen werkt met diezelfde doelen die voor die specifieke bewoner is ingesteld. Ja. En Sandy, jullie werken bij de Job Factory, werken jullie al wat langer met de methodiek, hè? Misschien kun je ook meteen de vraag in jouw antwoord meenemen van komt er nou ook veel administratie bij kijken? Kan je eens iets vertellen? Wat brengt dat krachtwerk voor jou en voor jouw deelnemers? Sinds krachtwerk merk ik echt dat wij veel meer keuzes zelf mogen maken. Voorheen was het echt heel erg dat dingen wel besproken moesten worden met de teamleider, met de manager. En nu is het steeds meer ook je eigen input. Dus als je zelf een idee hebt, dan is het al heel gauw goed. SMO is bezig met werkgroepen opzetten. Onder andere bijvoorbeeld de huisregels worden besproken. Dus er wordt gekeken naar hoe kunnen wij de... Sorry, mijn keel werkt niet mee. Hoe kunnen wij de huisregels net een twist geven dat het... niet meer zo, niet zo vervelend meer is. Dus meer een beetje fijn maken. Dus daarmee zeg je eigenlijk, Sandy, dat krachtwerk niet alleen voor deelnemers en voor bewoners van ons telt, maar ook voor jou als medewerker. Ja, klopt. En inderdaad, voor de deelnemers en de mensen. Zij worden, wat ik merk, sinds krachtwerk ook wel echt heel veel verrast. Dus dingen die zij voorheen niet zouden verwachten, dat gebeurt nu wel. En daar is alles rondom krachtwerk. Dus echt de dingen waarvan we merken en wat mensen nodig hebben, daar kunnen we toepassen. En dat is ook allemaal goed.
Dus het is juist meer kijken naar wat wel kan en niet meer naar wat niet kan. En daar is voor zowel collega's als de mensen binnen SMO echt super. Dan merk je aan alles. Ze vinden het... Misschien kan Simone straks ook wel nog een linkje op de, in de mail plaatsen over, voor mensen die wat meer informatie willen hebben ook over die methodiek. Ik zou nog heel graag even naar Zoe ook willen gaan, nog even eigenlijk voor dezelfde vraag, maar ook eigenlijk vooral aan Richard. want Richard, heb jij nou iets gemerkt van krachtwerk? Iets van gemerkt? Ja, weet niet. In het begin vond ik het niks. Dan had ik echt zoiets van, laat me met rust en dag, ik ben hier niet, niet zomaar natuurlijk. En dan komen ze met allerlei vragen en al die dingen meer. Maar nu, ja, nu heb ik er wel wat aan. Nu ik verder ben, dan zie je toch wel dat het werkt. Ja, want wat bedoel je daarmee? Hoe ziet er dat uit? Nou ja, goed. Vanmiddag ga ik tekenen voor een eigen huis. En dat soort dingen meer. En ja, dat... Ja. Ingevuld in die statistieken, zeg maar. En dan, Maar zeg maar, in het begin vond ik het helemaal niks, hoor. Dat... En wat, hoe ging dat dan, als ik het mag vragen? Want je komt dan binnen, hè? Je mag eerst even heel even op adem komen, mag ik hopen? Of moest je meteen aan de bak? Nee, ik ga eerst even op adem komen. Maar ja, goed, de ene heeft langer nodig dan de ander. Ja. Kijk, en dan, ja, je hebt al heel veel aan je hoofd. Mm-hmm. En dan komen ze ook nog maar het formuliertje en dat gaan we even invullen. Ja, nee, niet. Dat wou ik niet. Nee. Maar we hebben het wel ingevuld. En dan zie je toch wel dingen in dat je dan toen gezegd hebt en nu anders overdenkt. Dus ja. Ja, wat doet dat met jou als je dat nu... Ja, want wat doet dat met jou? Ja, je ziet toch dat je dingen bereikt. Mm-hmm. Dat, kijk, je wilt toch weer zo snel mogelijk op jezelf. Maar ja, het moet ook allemaal maar kunnen, hè? Ja, dat is ook zo, ja. Maar als je nou dadelijk... Heb je er ook nog iets uitgehaald waarvan je denkt... Hey, daar neem ik nou straks ook nog eens mee. Daar ga ik nog eens vaker over nadenken als ik... Weer voor een keuze staan? Ja, dat denk ik wel. Maar ja, dat kan ik nou niet op antwoorden natuurlijk. Dat komt later, denk ik. Ja, nee, dat is ook zo. Ja. Ja, mooi. Het is wel ook mooi om te horen. Ja, ik lees ook in de chat inderdaad dat meer mensen ook al geïnteresseerd zijn in de methodiek. Het is ook een methodiek die binnen een academische werkplaats is ontwikkeld. En waar meerdere organisaties die maatschappelijke opvang aanbieden bij aangesloten zijn. En wij zijn daarmee ook zelf, zeg maar, eigenaar voor, van de krachtwerkmethodiek. En dat betekent dat we ook meedoen aan onderzoeken waar de effectiviteit van de methodiek wordt beproefd. En dat we ook wat vaker bij ons in de keuken laten kijken door die academische werkplaats. Hoe wij ermee omgaan en wat we ermee bereiken. Even kijken, ik had nog even de vraag, dus ik weet niet aan wie ik die het beste kan stellen, misschien ook jou even, Zoe. Komt er nou veel administratie bij kijken, bij je werk? Ja, een beetje wel. Je moet wel gewoon alles wat je doet rapporteren en daar ook tijd voor schrijven, als in dat je daar zo lang mee bezig bent geweest. En verder een stukje mailen en zo om collega's op de hoogte te brengen. Maar over het algemeen probeer ik dat zo min mogelijk of zo snel mogelijk wel te doen. Wel gewoon zorgvuldig. Maar het is natuurlijk het leukste om gewoon met de mensen bezig te zijn. In plaats van achter de computer. Maar er komt wel een stukje rapporteren bij kijken. Ja, ik denk inderdaad dat het goed is voor mensen om te weten dat we ons doel is om binnen de organisatie om die administratiedruk zo laag mogelijk te houden. En dat betekent, we zijn natuurlijk wel verplicht aan onze opdrachtgevers om te rapporteren. Mensen willen weten waar de vooruitgang zit. Maar wij zijn echt wel een pleidooi aan het houden om dat ook te doen aan de hand van krachtwerk. Omdat je daarmee eigenlijk echt onze deelnemers en cliënten zelf, onze mensen zelf aan het roer laat staan. En laat vertellen wat zij hebben bereikt door begeleiding van SMO. Maar dat is nog wel even een zoektocht. Dus we hopen echt wel dat we binnen nu en een jaar dat die administratieve druk nog veel verder teruggedrongen is. En dat we echt alleen nog maar bijhouden wat voor ons mensen van belang is om bij te houden. Ja. Ik heb ook nog een vraag in de chat van Namba. Je bent afgestudeerd SPW niveau 3. Er wordt vaak MBO diploma 4 gevraagd. Is het mogelijk om binnen SMO
te werken en te leren en zo het niveau 4 diploma te halen. Ja, dat is zeker mogelijk. Het is zelfs zo dat we binnen SMO een mogelijkheid hebben om zonder diploma in te stromen. Omdat wij het eigenlijk het allerbelangrijkste vinden dat je een gevoel en een passie of een betrokkenheid hebt bij de mensen voor wie wij het werk doen. En wij kunnen in een gesprek met jou heel goed eruit halen of dat deze wereld wat voor jou zou kunnen zijn of wij het voor elkaar kunnen betekenen. En wij gaan meer en meer ook mensen dan zelf ook begeleiden om het niveau waar mogelijk of wenselijk nog op te tillen, zeg maar. Maar je kan dus zeker voor de functies van de groepsleider, die zit hier nu niet bij, maar die hebben we ook. Dat noemen we ook, daar starten heel veel mensen. Dus ja, zo jij hebt dat volgens mij ook gedaan en je zit ook al een beetje te... Ik zie je erom glimlach, jij herkent het volgens mij wel. Ja, ik reageerde ook zo omdat we wel een groepsleider bij hebben, dus Raoul. Die is natuurlijk ook... natuurlijk. Raoul is natuurlijk ook groepsleider. Maar Raoul is niet via de flexpool begonnen, zo bedoel ik het eigenlijk. Zo, nee, dat klopt. Nee, ja. Ik ben ook gewoon als stagiaire begonnen en daarna flexpool inderdaad. En ik doe ook op dit moment een hbo-opleiding ernaast. En wordt gewoon goed gecombineerd en begeleid. En ja, zo kan ik over een tijdje nog verder groeien daar waar ik dat wil. Ja, maar Raoul, je kunt er dus inderdaad ook voor kiezen om gewoon groepsleider te blijven. Want dat vind ik ook wel een hele mooie. Hè? We geven aan iedereen nog ook de mogelijkheid om gewoon eens rond te kijken binnen SMO. Van welke andere plekken of andere functies zijn voor jou interessant. Maar jij bent gewoon groepsleider gebleven. Ja, ik ben nog steeds groepsleider, want kijk, voor mij is deze job gewoon een ideale balans tussen mijn vrije tijdsbesteding, wat voor mij heel belangrijk is, mm-hmm. en leuke baan die ik kan combineren. Op dit moment werk ik 28 uur op de Koning en dat valt prima te combineren met mijn andere bezigheden die ik graag doe. Dus ik heb geluk dat ik dit werk mag doen. Mooi. In combinatie met die uren. Ja. En nou ja, ik kom hier naartoe, kom ik met de trein. Ik wil ook nog even benoemen die locatie waar ik werk. Is heel makkelijk te bereiken met de trein. Ik weet niet of er nog treinreizigers erbij zijn, maar je stopt echt op 50 meter afstand vanuit Eindhoven. Ja. Reis hier naartoe naar Helmond Brouwhuis. Is ook fantastisch. Dus ja, voor mij is het ideaal of het nou... 's ochtends is, 's avonds of in het weekend altijd goed bereikbaar. En het werk wat ik doe, als ik kijk, ik werk hier al sinds 2012. En dat is een lange tijd. Maar het is al diverse malen benoemd. Het werk is divers. De mensen komen en gaan. Op de Koning hebben we ongeveer 60 plekken. 60 plekken. Dat is ongelooflijk veel waar mensen kunnen verblijven. Mensen die blijven hier korte tijd, lange tijd, die lopen er snel doorheen, moeilijk, makkelijk. Er wordt veel van je gevraagd, je hebt te maken met diverse problematieken. Dus we zeggen niet voor niets dat het werk divers is, om die redenen. Het is gewoon heel uitdagend en leuk werk. En behalve heb ik nog hele leuke collega's om mee te werken. Dus dat is ook heel belangrijk. Het team is ook ontzettend humoristisch. Je moet niet vergeten dat het ook stressvol werk is. En humor is heel belangrijk. En dat hebben we ook. Dus, En wat nou als je nou een keertje tegen je grenzen aanloopt? Hè? Je merkt dat je zegt dat het is soms ook best stressvol. Nou ja, dus dat is natuurlijk ook goed om wel te vertellen. Maar wat zijn er dan aan mogelijkheden binnen SMO als het je even te zwaar wordt? Ja, natuurlijk in eerste plaats in je nabije omgeving heb je altijd je collega's waarmee je op kan steunen of bouwen of mee kan sparren. Je hebt je teamleider. Je hebt ook coaches waar je terecht kan. Vertrouwenspersonen. Ja, zoals ik, mijn ervaring is dat ik te maken heb met een hele transparante en bereidwillige organisatie die voor me klaarstaat. Dat is belangrijk voor me. Ik denk... Ik kom uit Rotterdam. Ik heb niet veel eisen. Maar ik wil wel in mijn werk graag mezelf kunnen zijn. En ik wil gehoord worden en gewaardeerd worden. Ja. En fijn, dat is fijn om te horen. Ja, dat vinden we ook heel belangrijk. Hè? Ja.
Ja. Want we hebben inderdaad dus zelf ook een coach in dienst. Hè, maar we hebben ook met krachtwerk hebben een aantal mensen. Als mensen dat interessant vinden om daarin opgeleid te worden, dan kan dat ook. Hè. Dan kun je krachtwerk coach worden. Dan kun je collega's ook weer helpen hoe dat je die methodiek het beste toe kan passen. Ik zie ook nog een soort technische vraag van Evan in de chat. Van, hebben jullie voldoende plekken om mensen op te vangen? Ja, dat is een ingewikkelde vraag. Op dit moment gaat dat eigenlijk nog best goed. Ik moet even afkloppen. Want we zien natuurlijk wel dat de woningnood, die nekt ons natuurlijk ook. Hè. Dus ik ben ook heel nieuwsgierig hoe Richard nou aan die woning is gekomen. We worden zoveel mogelijk geholpen door onze partners. De woningcoöperaties werken we heel intensief mee samen om goed op de kaart te komen. Van hey, dat is gewoon belangrijk dat de mensen van SMO zo snel mogelijk een eigen huis krijgen als ze dat kan. Als ze daar aan toe zijn, als ze dat graag willen en kunnen. Maar ja, wij hebben natuurlijk ook te maken met krapte op die woningmarkt. Dus we houden wel een beetje ons hart vast voor de komende periode. En ja, wij vinden zelf dat zo snel mogelijk mensen echt een eigen huis moeten hebben. Omdat dat het niet hebben van een huis is echt stressfactor nummer 1. Daar kan Richard denk ik ook nog wel wat over vertellen. Ik weet niet of je dat wil vertellen, Richard, wat dat met je doet als je zo ineens dakloos wordt. Ja. Maar ja. Doet heel veel hoor. Dat is heel anders leven dan. Ja. Ik heb 2 nachten buiten geslapen en toen ben ik gelukkig in de nachtopvang terechtgekomen. Want anders had ik het ook niet meer geweten of het wel goed ging. Ja, maar hoe kwam je daar terecht? Waar ben je daar naartoe gegaan? Hoe bedoel je? Nou, dan heb je ergens gemeld zo van hey, ik ben dakloos of heeft iemand jou die tip gegeven? Of hoe ben je? Ik had toch van de het gehoord, maar ik hoorde altijd negatieve verhalen erover. Dus ja. Dan ga je er niet zo gauw heen. Ja. Ja, maar op een gegeven moment moet je. Tenminste, zo dacht ik. Dus. Ja. En hoe is je dat? Wat, ja. Klopt het nou met hoe het er is met die verhalen die je erover gehoord hebt? Nee. Totaal niet. Nee. In mijn ogen niet. Wat zouden we nou zou kunnen doen met z'n allen? Ja, dat zeg ik maar. Ja, dat hoor je echt buiten de deur. Buiten SMO hoor je dat gewoon. Dat het... ja, heel anders is dan mijn ervaring. Ja. Wat is het grootste verschil voor jou? Of wat is een groot verschil? Nou, wat ze zeiden, die regels en dit en dat. Je mag niks. Nou, dat is allemaal niks van waar. Dat zeg ik nogmaals, dat is mijn ervaring. Ik hoor ook andere verhalen hier binnen de deuren natuurlijk. En ja, iedereen ervaart dat zelf. En als jij nou kijkt naar de begeleiding die jij krijgt, wat is voor jou nou een goede persoonlijk begeleider? Wat moet die kunnen? Ja, wat moet die kunnen? Je moet een klik met iemand hebben. Mm-hmm. Als je elke keer tegen een dichte deur aan loopt, dan praat je niet veel hoor. Ja, en dat, dat heb ik gelukkig wel. Dat vind ik goed te begeleiden. Ja, dus mensen moeten ook naar jou kunnen luisteren en jou willen zien. Ja. Dat is eigenlijk wat je zegt, ja. En dan, wat nog meer? Je hoeft het niet altijd over problemen zo te hebben. Je kan ook gewoon een bakje koffie drinken bij elkaar. En dan, hoe was het? Hoe ging dit? Hoe ging dat? Het is heel wat anders. Ja, ja. Maar volgens mij laat jij zo ook inderdaad heel erg goed zien wat die methode ook inhoudt. Dus dan kijken wij het heel erg nu vandaag op een technische manier. Omdat het mensen zijn die misschien bij ons willen komen werken. Maar je zet daar wel precies de dingen neer waar wij ook voor staan als SMO. Hè? We hebben ook niet voor niks betrokkenheid, aandacht en kracht als onze kernbegrippen. En het is niet controle en de baas willen zijn. En wij bepalen wel hoe jij het moet doen. Maar veel meer inderdaad, ja. Het is logisch dat er regels moeten zijn. Maar ja, goed, daar moet je zelf ook wat mee doen. Hè? Dat kan niet alleen van SMO uitkomen. Je moet zelf ook willen. Ja, en als je nou eens iemand om je heen ziet dan wie dat niet zo lukt, kun je daar dan ook nog iets in betekenen? Is je dat, want je woont natuurlijk best een hoop in dat pand nu. Ja, zeker heel veel. Ja, ik kom niet zo vaak beneden hoor. Heel af en toe en dan vind ik het wel goed. Want je hebt een flatje ergens boven, een appartementje boven. Ja, helemaal boven. Ja, want het is in 5701, dat is ook voor jullie wel belangrijk. Het is bij Den Hecht... hadden we echt kamertjes, hè? Had elke bewoner een eigen kamer. En die waren erg klein. Het gebouw is ook flink achterhaald. Dus
het wordt wel leuk, extra leuk om bij SMO te werken de komende jaren. Om dat soort dingen ook mee te maken. Dat we echt aan het werken zijn naar veel meer zelfstandige woningen voor iedereen. Zodat mensen ook echt gewoon hun eigen potje kunnen koken. En andere mensen ook kunnen ontvangen op bezoek. En we merken nu al dat die overgang van Den Hert naar dat in kamertjes wonen naar een eigen ruimte hebben. Dat dat gewoon heel veel met mensen doet. En dat is bij jullie natuurlijk ook zo, hè, Raoul, bij de Koning. Daar heb je ook een mix, hè, van kamers en appartementen. Ja, dat klopt. Je hebt een stuk of 30 kamers voor mensen die wat minder zelfstandig zijn. En je hebt een stuk of 30 appartementen voor de mensen die een andere indicatie hebben, zoals beschermd wonen. Maar in ieder geval zelfstandig genoeg zijn om daar gebruik van te kunnen maken. En het grote verschil is tussen die ruimtes. De appartementen zijn groter. Mm-hmm. En die hebben hun eigen sanitaire voorzieningen. Ze moeten ook eigen internet en tv aanvragen. En de kamers, de kleinere kamers, voor de mensen die in de 24-uurs gedeelte wonen, die hebben gedeelde sanitaire voorzieningen en een gedeelde keuken en dergelijke. En het mooie is, wat je hier vaak genoeg meemaakt, is dat mensen die wat langduriger bij de Koning verblijven, ook de mogelijkheid hebben om dus van een kamer naar een appartement door te stromen. En daar zijn ze zelf ook heel blij mee. Dat als doel te hebben en dat ook uiteindelijk ook te behalen. Ja, nou mooi. Ja. Ja. Ik wil eventjes de overgang maken naar wat technisch deel. Maar eerst ben ik eigenlijk ook nog wel benieuwd, want Simone die zit hier achter de schermen. Maar die gaan we ook eventjes naar voren halen. Simone, jij werkt nu volgens mij, hoe lang is het? Dik een jaar of alweer 2 jaar? Dat weet ik het eigenlijk niet. Vanaf mei. Ja, moet je kijken. Dat is nog maar heel kort, maar het voelt alsof je er al heel lang bent. Ja. Kan jij iets vertellen over hoe het voor jou was of is om te landen binnen SMO? En wat je doet? Ja, dat kan ik. Ik had dit niet verwacht, vandaar dat mijn achtergrond en dat daar Sandy staat. Maar ik heet Simone. Ik ben inderdaad in mei begonnen en ik doe de communicatie en de PR bij SMO. Het was voor mij redelijk lastig om te beginnen in coronatijd. Omdat je natuurlijk je collega's niet echt zo ziet zoals normaal gesproken. Maar toch, ondanks dat, ben ik wel echt heel warm ontvangen. Ik heb kennismakingsgesprekken gehad met verschillende mensen van eigenlijk alle locaties. En overal viel me echt op dat mensen heel positief zijn en heel vriendelijk en behulpzaam. Dat ze je echt willen helpen en met je meedenken. Dus dat vind ik heel fijn. En mijn ervaring is ook echt dat je echt gezien wordt. Dus dat ze zien wie je bent en wat je kunt. En dat je ook het vertrouwen krijgt dat jij je werk gewoon goed kan doen. Dat jij een professional bent. En dat ze dus vertrouwen op jouw advies. En dat vind ik een heel prettige ervaring. Ja, mooi. Mooi om te horen. Ja, ja, ik vraag het ook speciaal aan jou, omdat ja, ik heb me eigenlijk niet eens aan jullie voorgesteld, bedenk ik me nu, kun je voorstellen. Het is, maar ik ben, het staat hier ook al in het scherm, ik ben dus de directeur-bestuurder van SMO. En ik doe dit nu 2,5 jaar. En ik herken ook wel veel wat hier gezegd wordt als van goh, hoe het is om in de wereld van SMO. Ik vind het echt een eigen wereld te stappen. Ik vind het mooie van hier werken is dat we niet een organisatie zijn voor mensen met een beperking of een organisatie voor mensen met een psychiatrische achtergrond of wat dan ook. Dat doet er bij ons eigenlijk niet toe. Degenen die hier binnenkomen, die verdienen het om te kijken van waar ligt mijn hoop. Hè? We willen heel graag hoop aan mensen bieden en een perspectief om weer de balans in mijn leven terug te vinden. En waar je dan vandaan komt, dat maakt eigenlijk helemaal niet uit. Want het kan iedereen gewoon overkomen om hier terecht te komen. Dat wil niemand bang maken, maar het is wel zo. En dan is het gewoon heel mooi om op die manier bijdrage te kunnen leveren. Naar mensen die SMO vanuit het verleden kennen. Ik denk ook dat dat ook een beetje is wat Richard net vertelde. Over degenen die vertrokken zijn, natuurlijk niks verkeerd. Maar de tijden zijn wel veranderd. Vroeger werden daklozen en dak- en thuislozen toch een beetje apart van de rest van de samenleving gehouden. Van ja, en werd dat ook vaak dan als een uitzichtloze situatie gezien. Nou, zo willen wij het natuurlijk per se niet naar kijken. Voor ons is niemand kansloos en niemand perspectiefloos.
En dat is precies de reden dat we in hebben gezet inderdaad op die methode krachtwerk. Maar ook heel erg om alles wat we doen door de bril en door de behoeften en de wensen en de mogelijkheden van de mensen voor wie we het doen te zetten. En dat levert spannende tijd. Ik denk dat jullie ook gehoord hebben dat mensen eigenlijk elke dag weer opnieuw hun baan uitvinden en aan het zoeken zijn van goh, hoe kan ik dit doen. Maar het is natuurlijk wel veel leuker dat je op deze manier met mensen kan werken. Want dan kun je ook zorgen dat het hele beeld is dat deze mensen voor wie wij werken, dat die de aansluiting missen aan de samenleving. Maar dat is niet zo. Wij vinden het andersom. Wij vinden dat de samenleving eigenlijk iets meer hun best moet doen en zich aan moet passen, zodat er weer ruimte is voor iedereen. En daar maken wij ons ook heel erg sterk voor. Ja, we vinden het daarnaast natuurlijk heel belangrijk dat ook de mensen die bij ons werken ook die ruimte ervaren om zich te ontwikkelen. Hebben jullie ook al wat van gehoord? Ik weet niet of iemand daar nog vragen over heeft of misschien heel specifiek voor iemand in dit gezelschap. En ja, dat kan ook altijd natuurlijk nog naar de hand als je dat liever doet. Ik zie Evan al aan het typen. Wacht wel eventjes af. Maar er is eigenlijk, we willen ook graag zo welkom mogelijk zijn. Kijk, het is natuurlijk niet zo makkelijk om onze deuren altijd wagenwijd open te zetten, omdat er wel mensen zitten die, we noemen dat maar even, we willen niet dat het apisch kijken wordt. Hè. We komen eens kijken hoe hier allemaal mensen heel hard aan het werken zijn en diep in ellende zitten. Dat willen we juist niet. Maar we willen wel steeds meer mensen vanuit hun kracht laten zien, zoals Richard dat nu ook al een beetje gedaan heeft vandaag, van ja, wat je kunt bereiken. Dus dankjewel, Evan. Hij wil graag het compliment overbrengen dat we goed bezig zijn en goed werk doen. Ja, dat is het ook. Het is dagelijks eigenlijk super fijn om hier een bijdrage aan te kunnen leveren. Dus dat is zeker zo. Ik denk dat we even toe moeten, want we hebben natuurlijk op dit moment ook een paar vacatures, Simone. En mensen willen heel graag, dankjewel Hanneke. Ook gewoon weten van hoe kan ik meer contact krijgen? Zou ik eens een keer mee kunnen kijken of meelopen of een gesprek hebben? Kan jij daar iets meer over laten zien, Simone? Ja, ik zal mijn scherm alvast even delen. Dan ga ik mijn camera uitzetten. Ja, dit is onze website. smo-helmond.nl. Nou, hier heb je een button werken bij. Als je daarop klikt, kom je meteen bij onze vacaturepagina. Die gaat er waarschijnlijk binnen nu en een weekje iets anders uitzien. Maar op dit moment vind je alle vacatures hier. Dus alle vacatures die nu openstaan. Nou, klik je ergens op. Dan kun je natuurlijk kijken wat die vacature inhoudt. Als je nou ontzettend enthousiast bent en je wilt meteen reageren, dan kan dat door hieronder het sollicitatieformulier in te vullen. Met je brief en je cv. En als je nou een keertje gewoon wil komen kijken of een praatje maken, hoe kunnen mensen dan zich dan melden? Ik zie dat je eigen mailadres. Dat kan ook, hè? Je kan eigenlijk met iedereen in de organisatie een keer een praatje maken. Zo moet je het eigenlijk zien. Als je denkt, ik wil graag gewoon eens een keer een algemeen gesprek, of ik wil graag een keer een teamleider spreken, of juist een collega, dat kan allemaal. Ja, ik denk het gemakkelijkste, omdat mensen mijn mailadres al hebben, is om even met mij contact op te nemen. En dan breng ik je in contact met degene waarvan ik denk dat het handigste is om met diegene te praten. En daar heb ik al een aantal namen opgeschreven die ik zo meteen nog ga mailen. Sowieso mail ik iedereen die zich heeft opgegeven en die nu meekijkt. En ook degene die later terug willen kijken. Nog een keertje met alle mogelijkheden op een rij. Wat je kunt doen als je enthousiast bent geworden. Dus sowieso natuurlijk de vacatures bekijken. Als er geen vacature voor je bij staat, maar je wilt toch graag een keer kijken of het wat voor je is. Of dat je misschien iets anders kan gaan doen wat toevallig niet op de website staat. Neem gerust contact op. Dus ook, ja, Kitty vertelde het ook al. Als je niet de gevraagde opleiding hebt, is geen probleem. Laat je niet tegenhouden. We kijken altijd samen wat de mogelijkheden zijn. Hartstikke mooi. Nou, als er geen vragen uit het publiek zijn, zou ik eigenlijk heel graag nog van ieder van onze gasten in één zin willen horen waarom deze mensen zich moeten melden bij SMO om te komen werken. En ik ga het ook aan jou vragen, Richard, dus je mag er vast over nadenken. Ja. Sandy, waarom moet iemand solliciteren bij SMO?
Omdat SMO een hele warme plek is om te werken met zowel de collega's als de mensen. Dus iedereen voelt zich fijn bij elkaar. Oh, één zin, sorry, ja. Dit hadden we niet voorbereid, hè? Dat nee, is sorry, ja. Het is hier heel warm en daar merk je vanuit elke hoeken. En ook onderling met de... met andere afdelingen. En er wordt echt heel erg gekeken. Je bent hier geen nummer, laat ik het zo zeggen. En dat merk je echt aan alles. Dat doet je heel goed. Dat is op veel plekken wel zo. Ik ga het niet langer maken, want dan mocht je. Mooi, ik vind het wel mooi dat je zegt, je bent hier geen nummer. Dat is zeer zeker. Ja. Raoul, wil jij er iets aan toevoegen? Ik denk als je een spannende baan wil, een stoere baan. Want het is ook stoer om hier te werken. Dan moet je zeker hier zijn als je veel over jezelf wil leren weten. Dan ben je hier ook aan het goede adres. En ik denk, leuke collega's. Heel mooi dat je dat toevoegt, Raoul. Je mag hier ook groeien en ontwikkelen en je eigen talenten inzetten. Ja, hartstikke mooi. Zoe? Je moet bij SMO komen werken, omdat het sowieso heel erg leuk is. Iedere dag anders is. En heel leerzaam en uitdagend, dat is het bij SMO. Mooi, ja. En Richard, waarom moet iemand bij SMO gaan werken? Moeilijke vraag, ik zou het niet weten, echt niet. Waarom? Ja, ik denk dat het werk leuk is en ja, de mensen en ja. Ik denk dat het wel, als je dat echt wil, dat het wel lukt. Ja, nou, hartstikke mooi. Hey, volgens mij, ik lees net van Nanda dat het jullie gelukt is om je passie over te brengen. Dat is natuurlijk altijd heel fijn om te horen, want die is er te over, kan ik je vertellen. We hopen dat we jullie nog een keertje ontmoeten. En we hopen natuurlijk ook dat je bij ons komt werken. Niet iedereen, Evan zal niet snel bij ons komen werken. Hoewel, je weet maar nooit, Evan, hoe een koe een haas van. En ja, heel erg bedankt voor jullie deelname. Ik wil Richard ook nog even heel erg feliciteren met zijn de sleutel. En heel veel plezier in je nieuwe woning. Dankjewel. En ja, iedereen heel erg bedankt voor jullie tijd. En heel graag tot ziens. Oké. Tot ziens. Doei. Doei.